Mike, Nick, welkom bij Sport Insight. Leuk dat jullie even bij ons willen aanschuiven. In de voorbereiding op ons interview heb ik even nagedacht over, ja, Nick, jij bent wel aanvoerder, maar moet ik dan met jou bij de eerste vraag beginnen? En ik ben groot geworden met, je begint altijd bij de oudste, dus Mike, voor jou de eerste vraag. Je hebt de hele jeugd bij Sportlust gevoetbald. Kun je vertellen in welke elftallen je hebt gespeeld en wanneer je je debuut in het eerste hebt gemaakt? Ja, dat denk ik dat ik nog wel kan herinneren. Ik ben begonnen bij de F5, daarna naar de F1, E3, E1, E-top heb ik nog gespeeld in de jaren de enkele jaren dat het bestond. Wat ik me zeker nog herinner is het trainen van pas overleden Koos Lambeau. Hele fijne jaren gehad. Daarna naar de C, B, A. En uiteindelijk een keer halverwege rond de winterstop kwam ik samen met Jeroen Lambeau bij de club. En dan was de vraag van wil je meetrainen bij het eerste? En ja, sindsdien niet meer weg geweest eigenlijk. En ja, hoeveel jaar is dat geleden? Ik denk een jaar of 8 misschien. Je debuutwedstrijd, weet je dat nog? Huizen uit en ja, ik kwam erin voor Guus Verhoef. En die wedstrijd daarna was tegen Dovo, stond ik in de basis. Ja, daar is het eigenlijk begonnen. Dat herinner ik me het meest. Ja. Nick, jij bent ook begonnen bij Sport, maar je bent wel even weg geweest. Kun je even vertellen in welk elftal je gespeeld hebt en waar je nog meer gespeeld hebt? Ik ben begonnen bij Sportlust in de puppies. Eigenlijk ging ik bij Sportlust voetballen omdat mijn broer daar al voetbalde. Ik ging altijd daarvoor al mee kijken bij zijn wedstrijden. Vervolgens kwam ik in de F9. Toen ging ik naar de F1. Nog een jaar de F1 gedaan. Toen vervolgens ging ik door naar de E-top. Toen als tweedejaars E kwam ik te spelen in de D1 bij Sportlust. En toen was Guy Bruggeling daar trainer. En toen daarna ging ik door naar FC Utrecht. Daar kwam ik als eerste in de D2 terecht, D1, vervolgens naar de C2 en de C1 gespeeld. Nou, echt een schitterende tijd gehad. Vervolgens mocht je daar niet meer door en werd je weggestuurd. Toen eigenlijk geen twijfel gehad en gedacht ik ga terug naar Sportlust. Nou, dan kom je toch weer bij je vrienden in het elftal waar je vroeger al mee voetbalde. En toen de B1, A1, nog een jaar de A1. En toen uiteindelijk zo het eerste bereikt. En wanneer heb jij je debuut gemaakt in het eerst? In welke wedstrijd? Dat was geen mooie wedstrijd, weet ik nog. Ik weet nog dat het niet best met het eerste elftal ging. We stonden, toen ik de eerste keer erbij kwam, stonden we 5-0 achter. Thuis tegen ASWA. Toen mocht ik invallen voor Luc Molkenboer. Maar ja, daarna is het alleen maar beter gegaan. Absoluut. Ja. En het is een wedstrijd die je niet snel zal vergeten. Nee. Dus, Mike, wat zijn jouw hoogtepunten tot nu toe in het eerste elftal? Dat zijn er wel een paar. Sowieso de kampioenschappen, 2. Het winnen van de KNVB-beker. Maar ook het spelen van het grote toernooi. Met Kozakken Boys, Volendam. Dat zijn toch wel dingen die je altijd bijblijft. Ja, dat zijn inderdaad leuke wedstrijden natuurlijk. Zijn dat ook jouw hoogtepunten of heb jij nog andere wedstrijden waar je... De groot KNVB-beker met Volendam, daar zat ik nog niet bij. Toen zat ik op de tribune. Maar de 2 kampioenschappen wel. En het winnen van de beker ook tegen Schravenzanden. Ja. Dus dat zijn tot nu toe de hoogtepunten. En dat kunnen er alleen maar meer worden. Dat denk ik wel, ja. Hey Mike, aan het begin van het seizoen raakte je geblesseerd. Wat was de aard van je blessure en hoe is het nu met je? Ten eerste, het gaat steeds beter. Het begon in het begin van de voorbereiding. Onschuldige botsing in een positiespelletje. Begin van de training met Mark, kan gebeuren. Knietje werd dik. Ik voelde wel dat het niet goed was. Maar na een tijdje dacht ik eigenlijk van... het valt toch mee en kon eigenlijk wel weer redelijk wat bewegen. Maar toch te lang ermee blijven lopen. Toch maar meer onderzoek naar gedaan. Nou, uiteindelijk bleek het niet goed te zijn. En half november geopereerd. En nu herstellen. En ik ben nu de afgelopen weken weer begonnen met hardlopen. En
ook binnenkort weer aan te sluiten op het veld. Dus dat gaat de goede kant op? Ja, zeker. Dat gaat zeker de goede kant op. Ja. Nick, je bent op dit moment aanvoerder van onze eerste helft al. Is dat een extra belasting of vind je dat juist extra leuk? Je bent een jongen van de club natuurlijk. Is dat dan extra leuk om aanvoerder te zijn? Ja, ik denk dat het sowieso leuk is om aanvoerder van een elftal, van de eerste elftal te zijn. En ik denk dat het alleen maar mooi is om dan dat bij een club te zijn waar je vroeger bent begonnen. Uiteindelijk ga je daar voetballen met toen als droom het eerste elftal te halen. Nou, dat was gelukt. En dan ook nog daar aanvoerder van te mogen zijn, was alleen maar een compliment denk ik voor mezelf ook. En goed voor de club, want de jeugd kijkt toch altijd met een ander oog naar aanvoerder van een eerste elftal. Dat zeker, en ik denk ook dat veel jongens uit de jeugd mij ook kennen. Ik heb veel training gegeven vroeger ook bij de club. En ik denk alleen maar mooi voor de jeugd ook, waarvan zij ook uiteindelijk dromen. Ja, ja, ja. Samen spelen met je broertje Mike, is dat iets bijzonders of is dat al normaal geworden? Ja, misschien is het wel, het is nu al wel weer een tijdje denk ik, maar het blijft wel bijzonder. Ja, weet je, vroeger voetbal je veel samen, maar dan op het schoolplein en op een veldje. En dat uiteindelijk in een eerste elftal kan dus bijzonder, dat maken er niet veel mee denk ik. Nee. Als ik altijd in mijn aankondiging noem ik een paar namen en dan begin ik met de gebroeders Veerman, nou dat is al een poosje geleden. De naam Verhagen blijft dus ook tot in lengte van dagen bekend bij de club. Ik zei het net, ik zeg, zo hoor je nog eens wat, hè? Nieuwe informatie van alle namen, die kwamen niet bekend voor. Nee, nee. Het is alweer een poosje geleden, dus wat dat betreft is het wel uniek. Jij kwam later in het eerste te spelen als Mike. Geeft dat extra stimulans? Wil jij altijd beter zijn als je broertje? Of wil je alleen maar aanhaken? Of hoe werkt dat? Nou, vroeger had ik altijd wel de ambitie om beter te worden dan mijn broer. En als hij uiteindelijk dat hij het eerste bereikt, toen, en dat was het moment dat ik net weggestuurd werd bij Utrecht. Nou, dan gaat de focus even ergens anders op. Dan ga ik terug naar Sportlust en ligt de focus bij mijn broer. Omdat hij het eerste elftal al bereikt heeft. Dan was voor mij alleen maar een stimulans om harder te gaan werken en ook dat eerste elftal te bereiken. Ja. Ik denk dat dat goed gelukt is. Maar is er rivaliteit tussen jullie twee? Of, Nee, ik denk dat dat nooit geweest is en ik denk dat we daar ook dat gewoon goed is. We hebben allebei een andere positie. We hoeven niet voor één plek te strijden tussen de familie. Dus op zich is dat wel al prettig. Ja, zeker. Ja, ja. Ah, even daarop. Ik denk dat vroeger misschien meer was als je vroeger op een pleintje aan het voetballen bent. Dan wil je liever misschien winnen van je broertje. En ik denk als je ouder wordt dat wel minder wordt, denk ik. Dan zie je vooral ook de mooie kanten ervan. Ja, en je zit natuurlijk in één elftal in je strijd voor hetzelfde doel. Ja. Dus dat is op zich, dan maakt het ook wat makkelijker, denk ik. Stel, je speelt op zaterdagmiddag een wedstrijd met het eerste. En je verliest. Hoe gaat het dan 's avonds aan tafel in Huizen Verhagen? Ja, nou ja, dan... Is het dan helemaal stil? Of, dan wordt er na een verlies wordt er vaak niet te veel over de wedstrijd gesproken die avond. Als je wint, dan heb je het erover en de mooie momenten. Maar nee, meestal is de sfeer dan wel iets minder. En krijg je er ook nog even wat aanwijzingen van vader en moeder? Of ja, die willen zich wel eens ermee bemoeien. Ja. Ja, die, en dat, was, dat wordt wel gewaardeerd? De persoonlijke trainers. Ja, okay. Nee, dat waardeer ik zeker. Ja, het mag altijd, wat zeggen, toch? Ja, zeker. En hoe gaat het dan als je gewonnen hebt? Ja, dan hoor je dat je het goed gedaan hebt. Als je verliest, dan hoor je dat het allemaal beter moet. En alles kan ook beter. Maar op het moment dat je gewonnen hebt, dan zijn ze wel trots en dan hoor je het ook. Dus dat is alleen maar goed. Ja, ja. En dan analyseren jullie nog wel even de wedstrijd na, onder het genot van een warme hap. Nou, tijdens het eten gebeurt het niet snel en op de zaterdagavond gebeurt het ook niet snel. Maar op de zondag kijken we altijd nog wel terug naar de wedstrijd en bespreken we nog even na. En, zo gaat dat in het weekend. Is hij chagrijnig als hij een wedstrijd verloren heeft? Op zaterdagavond? Nee. Nou ja, als we een paar drankjes erin, dan
Dan gaan we weer verder, toch? En dan, weet je, de zondag, dan kijken we nog eens terug op de wedstrijd. En dan ga je weer verder. Het valt wel mee. Ja. En jouw oudste broer, is die chagrijnig? Ja, die moet ik echt niet spreken dan. Nee? Nee, dat valt ook reuze mee. We kunnen er allebei goed mee omgaan. Ik denk, op het moment dat de wedstrijd afgelopen is, dan balen we enorm. Komen we in de kantine, heeft hij dus eigen ding wat hij gaat doen. Om de nederlaag te verwerken. En op het moment dat we thuis zijn, dan is de blik eigenlijk alweer om. En dan kijken we weer door naar de volgende wedstrijd. Ja, door jouw blessure heb je dit jaar niet zo gek veel gevoetbald. Hè? Eigenlijk helemaal niet gevoetbald. Hoe kijk je dan aan tegen de coronaperiode en de tijd dat het nu allemaal al stil ligt? Ja, dat is lastig. Lastig. Je ziet eigenlijk twee kanten. Spelers die... het eigenlijk prima vinden. Die denken van, op zaterdag geen voetbal. Dat heb ik misschien wel gemist, de vrije tijd. Maar ik heb toch nog wel steeds dat ik het wel heel erg mis. En dat ik wel uitkijk om weer op zaterdag op het veld te kunnen staan. En lekker zo'n partijtje te voetballen. Ja. Hey, en hoe is dat voor jou, Nick? Trainen jullie nog? En als je traint, hoe doen jullie dat dan? Nou, de periode hiervoor, toen nog iets meer mocht, toen konden we nog wel trainen, maar wel op 1,5 meter. Ja, dan doe je dat om zo fit te blijven. Ik denk dat dat bij ons ook prima gegaan is. Ik denk dat we de periode dat we weer mochten voetballen, dat ook gewoon goed gegaan is toen we eigenlijk in de derde divisie terechtkwamen. Daarna mocht steeds minder. Nou, toen hebben we op een gegeven moment de groep in tweeën gesplitst, dus de helft op dinsdag, de helft op donderdag. Waardoor je toch in kleinere aantallen, in groepjes van 4 op een gegeven moment mocht gaan trainen. Ja, en nu eigenlijk in tweetallen, dat je eigenlijk ook nog voor 9 uur thuis moet zijn. Het wordt steeds lastiger, maar we proberen zoveel mogelijk te doen om fit te blijven, om elkaar te blijven zien, waardoor de sfeer in de groep goed blijft. En op het moment dat het weer mag, dat we er dan gewoon goed voor staan. Mike, verwacht jij dat er nog gevoetbald gaat worden in dit seizoen? En als er gevoetbald wordt... Zie je jezelf dan nog een potje voetballen dit seizoen? Qua competitie denk ik dat het niet meer gaat gebeuren dit seizoen. Nou, je hoort nu de verhalen van een regionale competitie. Ik denk dat als er gevoetbald wordt, dat het gaat worden. Ja, en dan zou het misschien, weet je, qua promotie, degradatie. Ik denk dat ze dan de hele competitie misschien eruit gooien. Maar dat is vooruitkijken. Dat doen er al genoeg. Ik hoop dat ik dan weer... wat minuten kan maken. Ik denk dat het gunstig is als het... voor mij in ieder geval, als het geen officiële wedstrijden zijn, dan... dan kan ik in ieder geval weer voetballen. Ja, dan kun je weer opbouwen naar het volgende seizoen toe. Ja. Nick, wat mis jij nou het meeste tijdens deze competitieloze periode? Ja. En hoe houden jullie contact onderling binnen het elftal? Ja, het vooral wat ik net eigenlijk ook al een beetje aangaf, was het trainen. Ja, op het moment dat je, dan zie je in ieder geval de groep nog, dat is in ieder geval positief. Alleen wat enorm jammer is je traint, alleen je kan niet, het heeft geen resultaat. Je kan niet trainen dinsdag, donderdag voor een zaterdag om die 3 punten binnen te halen. En nu is het alleen trainen om fit te blijven, zodat op het moment dat we weer mogen, dat we dan allemaal fit zijn en dat iedereen nog goed is met elkaar. Ja, dat lukt enorm goed, alleen wat ik dan enorm mis... is wel die zaterdagen naar de wedstrijd toe leven, naar een overwinning, feestje in de kantine, dat soort dingen. Ja. Dat is toch de emotie die bij de sport komt kijken, die nu ontbreekt. Ja, ja, ja. Mike, er komen nieuwe spelers. Hoe worden jullie daarvan op de hoogte gebracht? En gaan er ook spelers weg? Er komen de spelers verlengd. Spelen daar, dus ieder jaar hetzelfde verhaaltje. Willem, en ik denk hoe hoger je gaat voetballen, hoe meer spelers er gehaald worden. Elk jaar. En ja, we worden op de hoogte gehouden door de trainer. Je ziet daarna de berichten van Sportlist in de sociale media. Maar jullie hebben een appgroep waarin dat verteld wordt? Of op trainingsveld? In de spelers-app gaat het regelmatig. En natuurlijk, als je bij de club bent, dan wordt het daar vermeld. Ja, gaan er ook spelers weg? Of weet je, ik heb er nog... er zijn onlangs wel spelers vertrokken al. Maar, Jasper Berg ook. Precies, zo gaan ieder jaar wel spelers weg en komen erbij. Dat zal in de loop van de tijd duidelijk worden. Ja.
En ik, naast het voetballen bij Sportlust heb je ook nog wat andere activiteiten die je doet bij de club. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat je daar, en dan denk ik even aan feestcommissie, iets met jubileum. Doe je daar iets mee? Ja. Nee, vorig jaar, nee, is ongeveer alweer 2 jaar geleden, zijn we bij Sportlust de feestcommissie opgestart vanuit het bestuur. Toen wilde het bestuur vanuit verschillende hoeken van de club wilden ze iemand in de feestcommissie hebben, zodat er aan iedereen gedacht wordt. En toen werd aan mij de vraag gesteld, wil ik daar een bijdrage in leveren? Nou, ja, mij leek het enorm leuk om zo een extra bijdrage voor de club te kunnen leveren. Met Davy vanuit het vrouwenelftal zitten we daar, hebben we dat een beetje opgestart. Patrick Verdolt vanuit het bestuur. En zo hebben we de afgelopen 2 jaar, zes feesten bij Sportlust georganiseerd. Nu is het helaas lastig. Ik moet zeggen, van de week toevallig met Patrick contact weer over gehad van hoe kunnen we dat weer gaan invullen op het moment dat het weer mag. Dus we zijn er eigenlijk nog steeds druk mee bezig. En het is leuk om te doen. En vooral de avond zelf, als je dan elke leeftijd voorbij komen en die heeft het naar zijn zin, dan heb je toch een voldaan, een goed gevoel erover. Ja, en het is leuk om even naast het voetballen te doen en mensen op een andere manier mee te maken. Vooral dat ook, ja. Normaal gaat het alleen over het voetbal, maar ook leuk om mensen buiten het voetbal om te kennen. Ja. Er wel uitgaande dat er niet meer gevoetbald wordt dit seizoen. Hoe kijk jij uit naar het volgende seizoen? Ja, met de hoop om weer te voetballen. Ja, wat ik net zei. Sommige mensen die haken af, die vinden de vrije tijd prima, maar ik ben nog steeds wel hongerig naar het voetbal en ik mis het nog steeds wel. Ja, en Nick, hoe kijk jij vooruit naar het nieuwe seizoen? Ik denk dat het alleen maar beter kan gaan. Ik denk, nu hebben we een jaar gehad waarin we 5 wedstrijden gespeeld hebben, wat qua resultaat goed bevallen is in de derde divisie. We hebben er even aan mogen proeven. Maar ja, ik kijk uit naar een heel jaar en dan gewoon dezelfde resultaten halen en bij diezelfde plekken mee gaan doen. Daar. Ja, de tijd gaat snel. Ik wil jullie graag bedanken voor dit interview. Zijn er nog dingen die jullie de kijkers nog mee willen delen? Ja, in deze tijd vooral hou jezelf gezond. Zorg dat je gezond blijft. Hou je aan de regels die voorgeschreven worden. En als we dat allemaal doen, kunnen we eerder weer voetballen. En dan zien we jullie allemaal op een mooie zaterdagmiddag weer bij Sportlust langs de lijnen staan. Ja, nogmaals hartstikke bedankt. Daar sluit ik me mee aan. En tot Sportlust. Tot Sportlust. Mooie afsluiting. Dank jullie wel.